Hier, die! Oh my god, wie? Hey. Wat? Oh nee, ik loop mezelf in. Sorry. Please, zeg dat ik eerder ben. Yes! Ja, ook wel. Hey guys, mijn Surfs, en jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite video! Yeah! Oh, die lama wel gehaald. Die wil ik eigenlijk ook, maar... Ja. Ik hoor hem alleen niet, dus een beetje jammer. Jij hoort hem niet? Hoor je hem niet? Ja, alleen van dichtbij, denk ik. Zou ik even jouw lama bellen? Hier. Ja. Yeah. Oh, jullie hebben gewoon een perfecte combinatie. Je aanbidt de lama. Yeah, aanbid de lama. Nou, dan kom ik aan met deze. Yeah, aanbid de lama. Mij zoeken. Ja, dat is alweer veel te laat, Jacco. Ik vind deze zo cool. Ja, die vond ik ook cool. Hé, hey, maar we kwamen voor dit. Oh, hé, hey, wat is dat nou? Oh, oh my god, ga je hem nu met dit doen? Schat, nee, wat doe je, sukkel? Serieus? We hebben er nog één. Oh echt? Ik heb, Jack en ik hebben hier een heel mooi gebouw lopen maken. En ga jij het weer verpesten? Serieus, Vincent. Je moet gewoon ietsje verder van Ludwig afgooien. Hier, dit met onze loopplank er naartoe, oké? Dan moet je even naar beneden gaan. Ik kan hem toch ook hier nu neerzetten? Hier. Erop. Dit is een mooi plekje, hier. Moet ik hem daar gooien, waar je nu staat? Ja, je moet je gaan staan. Je kan hem niet gooien. Weet je het zeker? Want straks heb je water in dat kuiltje. Oh ja. Ja, ja, dan moet je ietsje over. Die zwembad, Spinetrap. Pak hem gewoon hierboven. Oké, nou. Hoe komen we nu bij onze spullen? Ja, want één hak en alles is kapot. Nee, echt? Wacht, dat was net niet zo. Ja, ene keer was het wel, de andere keer... Lekker bezig. Kijk, zo doe je dat. Gewoon even doodgaan, dan pak je het gewoon. Oh ja, iedereen een keertje dood. Ja, maar dan liggen jouw spullen hier wel, maar dat maakt niet uit. Ja, dit is niet slim dat ik het hier heb gegooid, hè? Jeetje, is... Wat? Wat? Ik ging dood, zodat ik... Wat? Huh? Ik ging gewoon in één keer dood, terwijl ik gewoon naar beneden vloog. Oké, ik pak impulses. We gaan dus Spike Trappy Arena spelen, oftewel de nieuwste game mode die er vandaag in is gekomen dankzij onze vrienden van... Epic Games! Oh my god. We dachten, we maken een mooie arena, ga je het weer lelijk maken. Waar wou je een mooie arena maken dan? Nee, we hadden een mooie beginstuk gemaakt. Je hebt het alweer verpest. Nou, sorry. Ja, schandalig. Ja, ik dacht dat het goed stond zo. Nou, iedereen in inventory vol? Ja. Yes. Zijn jullie er klaar voor? Iedereen een katje of niet? Ik kijk toe, oké? Nee, jij speelt mee. 1v1. Kijk, hier kan je eruit. En erin. Ja, maar kijk, hoe kom je vanaf de arena? Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik ga even hierheen, ja. Oké, we gaan de Spike Trap Arena spelen, oftewel de nieuwste game mode. Oh, moet ik naar de hele andere kant oversteken? Dat kan niet. Wat kan niet? Hoezo kan dat niet? Nee. Ik bedoel, ze niet de standaard logo. Goeie. Go. Oké. Oh. Dat is stom, schat. Oh. Oeh. Dat is stom, schat. Ah! Kijk, ik nog een keer. Hé, wacht. Misschien da, yes! Nee, wat?! Dat was ik. Doei! Oh shit. Dutch Terms took the L. Wat een dag, loser. Jacco. Oh nee, shit. Oh. Oké, als je dood gaat, pak even de andere impulses weer. Doei, Jacco. Bang! Eva staat gewoon al 2-0. Wat? Tot hoeveel punten gaan we? Niet, nee, Eva heeft gewoon 0-0. Yeah. Nee, gewoon onthouden. Oké, vooruit. Omdat ik pak niet de vraagt. Spullen, oké? Nou, vooruit. Nou, oké. Okay. Oh, ik heb nog een leuke truc. Oh? Oh, wat is de truc? Oh, ik zie Vincent spulletjes pakken, dus ik vertrouw het niet. Nee, ik ook niet. Haha, goeie. Oh shit. Goeie. Maar ik ben er wel klaar voor, dus... Het was eigenlijk best wel grappig als we dit in het water hadden gedaan. Oh my god, wie doet dat nou weer? Oh nee, dit is voor jou alleen, hè, deze kill. Oh ja, hahaha, dus pas op. Waarom had je niet ons ook een trap... Hey, wacht, er zijn nog meer traps. Oké, iedereen mag er 3 plaatsen. Wat doe je, Jacco? Wacht. Nee, ik ook een trap. Hier zitten 2. Oké, okay, dan plaatst Jacco en ik. En dan moet Vincent een van hem van de weg halen. Hier, Jacco. Plaats je ook een trap? Nee, als ik er eentje weghaal, dan breek ik toch de hele boel af. Oké, okay, Vincent heeft dus in zijn voordeel.
Nah, ach ja. Ah, dat vind je helemaal niet erg. Nee, dat mag allemaal van mij. Hier, die! Oh my god, wie? Hey. Wat? Oh, hey, ik loop mezelf in. Ik zag dat ding daar liggen. Ik dacht, die moet ik gewoon pakken. Ik zat voor de tijd nog te denken. Boekiebom. Nee, ik laat hem liggen. Oh, huh? Nee joh, okay. Die trap die ging al uit. Oh! Hier! Ik weet van, hoe kan dat? Dat moet je ik heb trouwens mezelf dood laten gaan. Dus heb ik dan ook zelf de kill of niet? Jacco, nee, dat telt niet. Nee. Oké, okay, ik heb maar 3 kills. Maar nu hebben ze dus dit erin toegevoegd. Kunnen ze niet gewoon bepaalde minigames gewoon standaard al bepaalde dingen aan toevoegen? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, is vast mogelijk. Ja, dat is een scorebord, weet je wel. Ja, gewoon dat ze voetbal, gewoon die standaard spelletjes. Of dat je gewoon kan kiezen van, joh, luister, ik heb deze map gemaakt, kan ik... oh, ik gooi niet... Oh, waarom ben jij niet... Waarom, Gijs, ik ga niet lang... Shit, ik ben ja, ik hou ook een keer, of niet? Oké, okay, heel goed, Jacco. Of Eva ging niet door mij. Eva die staat alleen maar op de bounce pads. Eva die speelt alleen maar op de bounce pads. Eva is gewoon een bounce kid. Ja, natuurlijk, hè. Nee, maar waarom maken ze niet gewoon een game mode? Die gewoon... Waar je gewoon kan zeggen van, joh, deze map bouw ik. En die map die download ik. En die map die kan ik weer opnieuw inladen of zo. Nee. Dus ik stel eigenlijk eerder voor om te zorgen dat we deze Jacco ook van die bounce pad af. Jullie spelen alleen maar op de bounce pad. Jullie spelen. Ik zat net niet eens op de bounce pad. Ik stem voor om eigenlijk op zoek te gaan naar die nieuwe fortress ding. Oké. Okay. Nou, dat is heel naar de port fortress. Ik weet niet. Ik vind het een leuke toevoeging, maar ik denk dat ik er vrij weinig mee kan. Ja, je bent zo uitgekeken. Ja, ja. Dat is waar. Maar, oké, okay, wie als eerste de port fortress vindt? Bingo. Heb jij nu al? Ja, ik had hem wel. Oké, okay, dit is de Fortnite bingo voor 1 item. Oké, okay, is goed. Wie als eerste hem heeft. Haha. Nee! Fiets! Oh. Ik dacht... Oh, ja, tuurlijk. Zo. Luidpet. Dit is dus de eenmalige Wat kleur heeft die item? Legendary? Legendary. Gelukkig kijken jullie ook niet allebei naar twee ballonnen die hier bij Loot Lake staan. Ja, gelukkig. Nee, ik heb net al een ballon geopend. Ah, shit, ik heb hem niet. Oké, degene die hem als eerste vindt, die wint. Ik heb wel een gouden... Maar komt er dan een heel bos uit of zoiets? Nee, echt een dik kasteel of zo. Een dik kasteel? Ja, ik heb hem al op Loot Lake staan. Ik ga niet kijken, ik wil niet eens kijken, ik wil hem zelf zoeken. Nou, nieuw primeur. Ja, niet de Eva heeft hem al gevonden, dinges. Nee, oké. Okay. Dat is echt niet leuk, waarom moet je altijd partypoepen? Nou. Eva is echt een partypoepster. Ik heb hem! Echt? Ja. Bingo. Okay, bingo allemaal zijn naar Jacco. Allemaal naar Jacco. Oké. Okay. Denk je dat je hem snel gaat vinden in de game? Waar is Jacco? Jacco is daar. Ja, denk je dat je hem in game ook gewoon snel gaat vinden? Ik weet niet. Het is legendary, hè, jongen. Maar wat is jullie mening nou achter de dingetjes die er nu weer in zitten? Ja, ik vind is het een yes of een moi? Die spidertrap is leuk, dat scheelt je gewoon bouwen. Ja, maar ja, wat moet je erin bouwen dan? Het is... Ja, je bent heel erg uitgekeken. Ja. En als je het sloopt, dan krijg je er toch niks meer voor terug. Nee. Of één keer raken, dan is het toch stuk. Nou ja, als je sloopt, krijg je wel materials voor, maar ja. Het zou wel ziek zijn als je alle items vindt. Maar het idee dat je wel heel veel impulsen in één keer krijgt, dat is wel chill. Maar die Port to Fortress, is best wel heftig hoor. Kun je wel een leuke minigame doen in Playgrounds? Vincent, sloop je al alles? Ja, waarom? Ik ben hier heel mooi de letters hoi aan het maken voor jullie aankomen. En opeens is de H weg en hoor ik allemaal explosies. Ik denk is de H. Snap je hem? En mijn O is ook weg. Ja. Laten we zien. Ha. Nou, je hebt wel mijn letters gesloopt, hè, Vincent. Show me the Porty Fort. Oké, komt ie. Oh, hij is wel sexy. Oh, dat ding is gigantisch! Hij is mooi, hè? Weet je wat je met dat ding kan doen? Nee. Capture the flag. Oh. Dit is wel ja, dit is cool. Je kunt ook game mode capture the flag van maken. Ja, want dan heb je al een fortress. Ik ga hem even goed bestuderen, Jacco. Maar dat kunnen we niet met z'n tweeën. Ah, je ziet hem wel gewoon staan. Oké, ben je er al, schat? Bijna. Kom, Jacco, we vliegen naar Eva toe. Dit duurt weer heel lang. Dus altijd wachten op die vrouwen. Legendary vending.
Oh, de Sanis Pistol. Altijd wachten op vrouwen, Jacco. Heb jij daar al mee gespeeld? Wat, Silence Pistol? Ja. Wat, Silence Pistol? Er is toch een Silence Pistol? De Silence AR. Ja, die heb ik nu ook. Oké, okay, en nu? Dat ding is gigantisch. Zou ik hem hier gooien? Ja, wacht. Ik wil er ook in. Probeer maar te riden. Oké. Okay. Probeer maar te capturen! You didn't capture me! Ik vond precies dat er zo'n band onder mij kwam. Oh, dit ding is raar van binnen, van buiten, joh! Hé? Oh, je kan wel mooie fights mee houden hoor, ik bleek aan het. Dat is wel grappig. Je kunt hier een soort van 1v1 doen ook. Oh, dit ding is super chill. Je kan gewoon daar van buiten kan je direct iemand keihard aanvallen. Ik denk dat deze vet veel gebruikt gaat worden. Dat denk ik ook. Hoeveel kan je hem stacken trouwens? Weet niet. Dat weet ik ook niet. Oh, dit is wel echt cool. We moeten dit gewoon doen inderdaad met Capture the Flag. Laat even een dikke vette like achter als je wil dat wij de nieuwe, als we Capture the Flag gaan doen. Ja, eens. Gaan we dan 2v2 doen? Ja, dat is wel het leukste, denk ik. Ja. En we kunnen ook een ander minigame van maken. Maar dat vertel ik niet in de video. Dat moet je eigenlijk wel doen, want dan krijgen we nooit van, je hebt het gestolen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, oh, ja, maar misschien juist nu wel, want dan zegt Eva, doet iemand anders het heel snel dan wij het nog niet gespeeld hebben. Ja. Ja, nou, nu is het leuk geweest. We hebben de nieuwe items gezien. Was top. Ben je er blij mee? Dat was fantastisch. Jacco switch teams. Look for Jacco. Oh, jij hebt mijn wapen afgeboren. Nu heb ik geen wapen meer. Ik heb mijn eigen wapen. Zit je me gewoon te knuppelen? Nee, te hakbijlen. Hakbijlen. Ja, daar is de wel Jacco again. Hé, hey, is gemeen. Niet doen. Stop. Nee. Au. Au. Dat wapen is super accuraat, joh. Ja, dat wapen is echt lekker. Ik heb 2 HP, Vincent. Stop. Ja, daarom. Ik heb je gewoon uit de lucht bijna weggeknald. Oké, we gaan een 1v1. Ja? Jongen, idol. Oké, sorry. We gaan een 1v1 doen. Oftewel, we gaan allemaal daar dat hok in. Ja, als ik tel 3, 2, 1 mag je ervoor kiezen om dit hok te gaan slopen om een wapen te gaan rennen of iemand neer te gaan knuppelen. Je mag niet editen, alleen slopen, ja? Oké. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, mag niet editen. Nee! Hoezo heb jij shield? Ja, wat ik al zei, ik heb echt maar 50 HP, dus ik heb... Oh shit, ik heb een burst! Ja. Huh, burst? Waar ben dit jij? Is zo verlept. Oh my god. Wat een ik heb een grenade launcher. Ja. En jij. Je was al dood voordat je 1 stap binnen had gedaan. Oké, poging 2, nog een keer. Oh my god. Even alle guns weer in de dingen. Geweldig. Wat ben jij dan aan het doen? Hey, laat me even. Parcours. Hey, zou ik je veel grappig. Allemaal naar binnen weer. Op, chop. Ja, je gaat je lama doen. Allemaal. Lama F, oké? Oké, ja, lama. Nou, kies een verstandige keuze waar je naartoe wil. 3, 2, 1, go. Please, zeg dat ik eerder ben. Yes! Ja, ook al. Ah, shit! Nee, je hebt ook precies de SMG. Nou, nu heb jij gewonnen, Vincent. Alleen maar 2 kogels. Nou, ik vond het leuk. We gaan er met de spetterende boom uit. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Fortnite. Oh, gaat dat ding nou niet stuk? Ja, je kan jezelf niet killen. Nee, dit ding killen. Ik wou dat ding slopen. Kijk hoe die zich kapot maakte. Maar leuk dat jullie kijken dus naar een nieuwe Fortnite video. We hebben even de nieuwste spulletjes geprobeerd. Ja, laat even in de reactie achter wat jij er nou specifiek van vond. Ik vond het en of je een leuk idee hebt. Of het was best geinig. Maar ik denk dat deze veel leuker is in Battle Royale om mee te spelen. En die arena, ja. Volgens mij hebben ze gewoon dat voetbalveld gewoon in een nieuw hoesje gestoken. Ik denk dat het een beetje is. Ja, omdat het dan de zonde was. Ja, zo van, we hebben zoveel tijd in het voetbalstadion gestoken. We gaan gewoon nog een keer opnieuw wat bouwen. Dus ik denk dat het is. Maar wat ik zei, laat het even achter in de reacties achter. Zou super awesome zijn.
Hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite video. Smash op duimpje omhoog, super als zijn. De rest van de week komen er wel hele leuke game modes aan. Oftewel, hele leuke filmpjes. Oftewel, iets met ATK's. Oftewel, leuke dingen. Dus hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij... Ja, ik wacht echt 4 rappen. Tot de volgende video en ciao!